Goedenavond, mijn naam is Lotte Noordzij. Ik ben een onafhankelijke stem-up demonstratrice in de prachtige stad Rotterdam. En ik werk heel veel samen met Melinda Meren en zij woont in Hillegom en geeft daar haar workshops. Op zich maakt dat niet zoveel uit waar we wonen, maar want we bedienen natuurlijk heel Nederland, van Groningen tot Helmond. Dat maakt ons allemaal niet uit. Maar vandaag doe ik een Facebook Live met jullie. En aanleiding was die ontzettende leuke stempelset, de Hey Birthday Chick. Dat gaat eigenlijk over verjaardagen. Maar omdat Melinda en ik in een vriendengroep zitten, vriendinnengroep zitten, die al meer dan 25 jaar teruggaat. En wij sinds zeg maar de oprichting, of sinds dat het ontstaan is, door onze mannen de kippen gedoopt zijn, hebben wij natuurlijk allemaal wat met kippetjes. Dus je begrijpt dat op het moment dat deze stempelset beschikbaar werd bij Stampin' Up, dat Melinda en ik hem allebei gelijk bovenaan onze lijst hadden staan. En hoe leuk is het nu ook nog dat er ook nog bijpassende stanzen bij zijn. De Birthday Chick Dice. Nou, je ziet als je de kippen stempelt, dan kun je ze ook nog uitstanzen met de stanzen die daarbij horen. En naast zeg maar dat er nog wat teksten zijn die je heel goed kunt gebruiken voor verjaardagen, zit er in de stanzen set ook nog een hekje, een klein kuikentje, een zak meel, een slinger, een strikje, het woord happy birthday wat je uit kunt stanzen en de indrukken van wat kippenpootjes. Nou, zoals jullie misschien weten, doe ik koffie met kaart op afstand. Dat doe ik altijd op donderdagochtend om 10 uur. Dat is voor een besloten groep. Daar kun je je voor aanmelden. Dan krijg je een pakket met daarin alle materialen voor elke donderdagochtend dat we in die maand bij elkaar komen. En wat was het natuurlijk leuk om al deze dames ook een leuke attentie te sturen. Nou kun je je voorstellen dat als je er veel moet maken, dat het niet een heel ingewikkeld project wordt, maar een project wat je vrij snel in grote hoeveelheden kunt maken. Dus vandaar dat ik kwam op dit leuke lucifer mapje, soort van heet dat denk ik. En ik heb het hier nog even in een paar kleurtjes, want ik heb er nog een paar over die morgen nog uitgegeven gaan worden. Dit is een lucifermapje met die twee ontzettend leuke kippen op de voorkant. En als je hem open doet, zit daar zo'n geweldig kuikenchocolaatje in. Nou, echt superleuk. En ik vond hem juist helemaal leuk, omdat dit kuikentje natuurlijk uit het ei komt. En dat bij dit kuikentje precies hetzelfde gebeurt. Nou, ik zei al, snel, makkelijk en eenvoudig. Nou, dat zijn de drie basiswoorden waarmee ik deze tractatie heb gemaakt. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan. Als eerste gaan we even de basis doen. Oh, ik ga er een pareltje af. Dat moet ik natuurlijk niet doen. Als eerste ga ik jullie de basis van het mapje laten zien. En hoe je daar komt. Je hebt, als je wil beginnen, heb je een A4 nodig van kaartkarton. En een 15 bij 15 van Designer Series Paper. Dit is ouder Designer Series Paper, maar ik vond de kleur zo leuk, paarse leuk. Dus ik dacht, ik ga deze gebruiken. Het dessin van het designerpapier is anders. Maar ik vind deze echt heel leuk om te gebruiken. Wat je met dit mapje kunt doen, is je haalt precies vier mapjes uit 1 A4 en 1 velletje 15 bij 15. Nou is natuurlijk een A4 is 29,7 centimeter breed. Dus wat je dan kunt doen, is je kunt hem in vieren snijden. Dus je kunt de 29,7 eerst op 14,8 en dan allebei op 7,4 centimeter. En dan krijg je zo'n strookje. En daar passen er precies van 1, 2, 3, 4 op een A4. Dan heb je je strookje, wat dus 7,4 centimeter breed is. Datzelfde doe je met je designer series paper. En dat snij je gewoon aan beide zijden door de midden. Dat betekent dat je, als je hem netjes op 15 bij 15 afsnijdt, hij is 15,2, maakt niet zilver uit. Maar je doet hem door de midden en dan nog een keer door de midden. Dan heb je een stuk over van 7,4.
7,5 bij 7,5 centimeter. Die snij je alleen terug omdat je hem als matje erop wil leggen naar 7 bij 7 centimeter. Dus deze meet nu 7,4 centimeter bij 21. En dit is een stukje van 7 bij 7 centimeter. Nou, dat zijn geen moeilijke maten. Deze is al helemaal pas, die 7 bij 7. Dit stukje kaartkarton moeten we alleen nog even op lengte snijden. En ik heb hem dus een beetje korter gemaakt. En dat heeft te maken met het feit natuurlijk dat ik dat kuikentje erin wilde. En nou ja, dat heb ik gemeten. Dus je kunt hem net zo lang maken als dat je zelf wil of zo kort. Maar ik heb nodig een stuk van 18,5 centimeter. Dus ik leg mijn lange kant tegen de bovenkant van mijn trimmer aan. Leg de uiteinde tegen 18,5 centimeter. En dan snij ik dat stukje eraf. Dat doe ik met mijn donkerbruine. Want dat is een mesje. Zo. Dan is die eraf gesneden. En nu moet ik nog wat rillijntjes gaan zetten. Want ik wil er natuurlijk voor zorgen dat ik hier dat flapje heb. En dat het hier een beetje hoger is. Zodat ik het mooi eronder kan stoppen. Daarvoor leg ik mijn lange zijde aan de bovenkant van mijn trimmer. En ik ril hem op 7,5 centimeter. En rillen, dat doe ik met de lichtbruine. Dus het donkerbruine mesje, dat schuif ik naar beneden. Want heb ik niet nodig. Dus ik leg nu mijn kaartkarton tegen de 7,5 centimeter aan. En ik ril hem. Dan schuif ik hem een klein stukje door naar 8 centimeter. En daar ril ik hem ook. Ik blijf dus met dat lichtbruine mesje werken. Dan schuif ik hem helemaal door naar 16,5 centimeter. Dat is net voorbij dat knikje. Dat is hier, 16,5 centimeter. En daar ril ik hem. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik moet doen voor de basis van het mapje. Dan neem ik mijn vouwbeen en ga ik alle vouwlijnen even goed aanduwen met mijn vouwbeen. Zodat ze mooi scherp gevouwen zijn. En dan die laatste nog. Zo. En dan is die klaar. Nou, dan zie je dus dat het een heel leuk, schattig mapje is geworden. Waar je zo dat kuikentje in kunt bevestigen. Ik pak een heel fijn niet-machientje wat ooit bij Stampin' Up verkrijgbaar was. Maar inmiddels uit de assortiment is. Maar daar kun je natuurlijk altijd een andere niet-machine voor gebruiken. Hè? Een grotere niet-machine. Ik pak een niet-machientje en ik sniet het net als een lucifermapje dicht. En ik zorg natuurlijk voor dat zometeen wel mijn flapje erachter kan. Dus niet helemaal tot bovenaan. Zie je? Zo zit mijn flapje er keurig netjes in. Nou, en dan heb je eigenlijk al het mapje klaar. Dan is het nog een kwestie van decoreren. Als basis gebruik ik dus dat stukje designpapier van 7 bij 7 centimeter. Dat plak ik erop. Gewoon met de multipurpose liquid glue, oftewel de Tombow, oftewel de natte lijm of de groene lijm of nou ja, hoe je het ook wil noemen. Degene die trouwens zit te kijken en een opmerking plaatst onder deze video, dan morgen om 12 uur iedereen zijn naam die wat heeft gezegd, stop ik in zo'n app met het Rad voor Fortuin. En dan laat ik het wiel draaien en de naam die er dan uitkomt, nou, die krijgt dit leuke mapje nog. Als ik hem morgen misschien nog op de bus doe, morgenavond, wie weet dat je hem dan zaterdag nog in de bus hebt. Zou kunnen, nog net voor Pasen. Nou, en dan gaat hij zo dicht. En dan is het de kwestie van versieren. Het makkelijkste ga ik nu even mee beginnen. Het Vrolijk Pasen. Ik stempel de tekst Vrolijk Pasen. En die komt uit de stempelset van Alles Wat. Dit is een stempelset, een grote stempelset met 32 stempels. Met voor elke gelegenheid wel een tekst. Verjaardag, Pasen, bedanken, baby, moederdag, vaderdag, verjaardagen, bakkie doen, geluk. Nou, feestdagen, echt van alles zit erin. Deze stempelset verdwijnt uit
het assortiment. Dus vanaf, zeker vanaf 3 mei is die niet meer verkrijgbaar. Hij is nu nog wel verkrijgbaar, maar zolang de voorraad strekt. Dus mocht je deze nog willen, wees dan snel om hem te bestellen. Dat kun je natuurlijk bij mij doen, maar heb je een eigen demonstratrice, kun je het ook bij haar doen natuurlijk. De Vrolijk Pasen, die zit hier ook in, zoals je hier kunt zien. Dus ik heb de tekst Vrolijk Pasen gepakt en die heb ik op een stempelblok gedaan. Degene die mij al wat vaker hebben zien stempelen, weten dat ik niet de stickers die erbij zijn op de achterkant van mijn stempels plak. Ik vind het minder prettig werken, maar dat ben ik. En ik weet dat heel veel andere mensen het heel fijn vinden om ermee te werken. Ik doe het niet. Ik plak ze niet op. En dat heeft soms wel eens tot gevolg dat tekst op zijn kop staat. Nou ja, dat is dan zo. Dan begin je weer opnieuw. Of je stempelt natuurlijk even de tekst op een blaadje en dan kijk je of de richting goed is. Nou, in dit geval kan ik gewoon heel makkelijk zien welke kant die goed is. En maakt het op zich niet uit als die op zijn kop staat, want ik ga hem stempelen op een stukje restpapier en daarna uitponzen. Nou, ik stempel de Vrolijk Pasen op een stukje wit. In dezelfde kleur als het kaartkarton wat ik heb gebruikt en dat is de Balmy Blue. Dan ga ik deze uitstansen met de Classic Label Pons. Dit is echt een super fijne pons. Ook deze gaat ons helaas per 3 mei verlaten. Er komen natuurlijk allemaal wel weer nieuwe dingen. Maar ik weet nu al dat deze nooit mijn collectie gaat verlaten. Want het is echt een hele fijne pons. Heel veel van die tekstjes passen erin. Je schuift je kaartkarton vanaf de bovenkant in de pons. En je stanst hem uit. Je kijkt of die netjes recht ligt. En je stanst hem uit. En klaar is Kees. Nou, ik hou in dit geval even de puntjes aan de buitenzijde. Wat ik ook zou kunnen doen. En dat zal ik nog even laten zien. Misschien een extra tip voor als je deze pons hebt. Of hem eventueel nog zou willen aanschaffen voor 3 mei. Wees snel, want het is allemaal zolang de voorraad strekt. Dan pons ik hem dus nog een keer uit. Op deze manier. En zoals ik net zei, er zitten dus van die puntjes aan. Nou, misschien denk je van ik wil eigenlijk die puntjes wat dichter op de tekst. Dat kan. Dan schuif je dat labeltje vanaf bovenaf weer terug in de pons. En leg je hem netjes recht. En trek je hem een stukje uit en pons je hem op de lengte dat jij wil. Zie je? Heel makkelijk. Echt heel fijn om zo te werken. Als je nou denkt van ik vind zo'n puntje wel leuk, maar ik heb liever een vlaggetje. Dat kan ook. Dan doe je dat juist net de andere kant op. Dan neem je het puntje, dat schuif je aan de zijkant je pons in. Je legt hem netjes recht. En dan pons je hem af en dan heb je zo'n heel mooi vlaggetje aan de achterkant. En dan heb je in plaats van, ik zal het hier even opleggen, in plaats van 2 puntjes aan de buitenkant, heb je aan de ene kant een puntje en aan de andere kant een vlaggetje. En natuurlijk kun je aan de andere kant ook dat vlaggetje maken. Echt een hele fijne pons. Ik moest bijna een traantje laten toen ik zag dat hij wegging. Maar ik laat hem, nou omdat ik hem hetzelfde wil maken als deze allemaal, laat ik de twee puntjes daar en doe ik op de achterzijde 2 dimensionals, zodat het wat hoger opkomt. En als het goed is, dekt dit zometeen precies die nietjes af. Ik neem een Take Your Pick tool. Dat is een heel handig apparaatje waarmee zo'n hele fijne prikpen aan zit, zeg maar. En daarmee kun je heel makkelijk die schutblaadjes van die dimensionals afhalen. Nou, die leg ik dan op mijn voorkantje. En probeer ik een beetje in het midden te doen. Nou, hij dekt hem niet helemaal af. Zo, Vrolijk Pasen. Zover zijn we nu. Dan gaan we nu naar die ontzettende leuke kippertjes. Ik vind ze echt zo leuk. Oké, methode 1. Je neemt een stukje kaartkarton
en je neemt de twee stempels. Ik heb de kip en ik heb het kuiken genomen. Wat je dan kunt doen is ze beide stempelen. Ik neem de Basic Gray. Ik heb een voorliefde voor de Basic Gray in plaats van de zwart. Zeker als het om combinatie gaat met subtiele kleuren, met de subtels. Vraag me niet waarom. Ik vind zwart dan te hard. Dus ik pak dan heel snel en de Basic Gray. Vind ik een hele fijne kleur en het is net even wat zachter. Nou, die twee heb ik dan nu gestempeld. En dan pak ik, en ik heb de kleine er even bij gepakt. Dan had ik die in de buurt gezet. Maar waar heb ik hem dan in de buurt gezet? Ja, daar. Die had ik in de buurt gezet. En ik heb dus nu de kleine cut en emboss machine gepakt. Daar kan deze leuke strook met die kippen op. Ik pak voor alle zekerheid, want ik ben nogal schuiverig altijd, een stukje washi tape in de buurt. En ik pak de twee stanzen, die dus precies om die kip en om dat kuiken heen gaat. Nou, die lijn je dan zo netjes op en je kan dat heel goed zien. Je ziet echt heel mooi hoe het lijntje zit. Stukje washi tape. Zo. En die zit dan vast. En ook het kuikentje ga ik even vastmaken. Met een stukje washi tape. Zo. En dan doe ik mijn tweede plaatje erop. Ik zorg ervoor dat alles netjes bij elkaar ligt. En dan ga ik hem door mijn kleine machientje heen draaien. Zo. En dan heb ik dus de kip en het kuiken heb ik uitgedraaid. Je kunt je voorstellen dat als je dit, ik geloof dat ik er 50 gemaakt heb, als je dit 50 keer doet, dan ben je wel eventjes bezig. Dus het fijne van deze stanzen is dat je er, als je het dunne kaartkarton gebruikt, dus dat is het Whisper White in dit geval wat ik gebruik. Als je de dunne gebruikt, dan kun je twee lagen op elkaar leggen. Kijk, dan scheelt al de helft van de tijd. En wat ik nu doe, is ik zorg ervoor dat ik nu niet de afbeelding stempel. Ik ga alleen stanzen. En dan ga ik je zo meteen laten zien hoe je dan stempelt. Dus ik ga nu de stansjes opplakken. Ik leg dus weer mijn tweede plaat erbovenop. Ik draai hem door. Ik draai hem door mijn cut en emboss. Dat komt omdat ik er niet goed voor sta. Duurt het altijd even voordat hij op gang komt. En dan draaien we er door. Zo. En dan heb ik dus in één keer. Heb ik in één keer twee kippen en twee kuikens. Nou, dat scheelt al de helft van de tijd. Hè? Dus als je dat dan een aantal keren achter elkaar doet, dan heb je een aardig voorraadje. Nou, dan heb ik dus die witte kip en dat witte kuiken. Maar dat wil ik niet, want ik wil die stempel erop. Nou kan ik twee dingen doen. Nou kan ik natuurlijk heel voorzichtig dit neer gaan leggen en dan gaan zitten gokken van waar moet ik dat doen. Maar zo heb ik dat niet gedaan. Ik heb daarvoor gebruikt mijn Stamparettis. En de Stamparettis is een stempelhulp. Waarmee je heel gemakkelijk veel afbeeldingen tegelijkertijd kunt stempelen. Of in een grote productie kunt stempelen. En je kunt ervoor zorgen dat je heel netjes en altijd op dezelfde plaats iets stempelt. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb, dit is nog mijn oude templateje. Ik heb hier natuurlijk nu ook een nieuwe, dus laat ik die maar pakken. Ik heb net die twee kippen en die twee kuikens heb ik met z'n tweeën in het papier uitgestanst. Die plak ik nu even op elkaar, zodat het wat dikker wordt. Dus dat ik eigenlijk twee laagjes van
twee uitgestanste laagjes heb. Dan neem ik mijn stamparettes. Hoe zal ik hem neerleggen? Zo denk ik. Mijn stamparettes. Kunnen jullie het zo goed zien? Geloof het wel, hè? Ja. En leg ik mijn papier zo neer dat ik het een beetje zo meteen goed in de gaten kan houden. Dat, ik, hè, dat het goed vast ligt. Ik zet mijn papier vast met de magneten. Omdat het in principe geen kant op kan. En dan pak ik mijn stempels. Ik zal ze even schoonmaken voordat ik ze beetpak. Dat doe ik met de chamois. De chamois, als je die ontvangt, is die ja, lila, zacht paars, zeg maar. Alleen als je hem heel veel gebruikt, dan wordt hij blauw en wordt hij ook vies. Het grote voordeel is van dat je vrij snel je stempels schoon kunt maken. Die geven dan niet meer af. Dit geeft ook niet af, want op de een of andere manier trekt het erin. En één keer in de week, als ik klaar ben, dan loop ik even naar de kraan en spoel ik ze uit. En één keer in de week gooi ik ze altijd even mee in de wasmachine. Dan ruiken ze ook weer lekker fris. Nou, wat ik nu ga doen met deze stempels, is die leg ik, en dat kan ik voelen, in die gaatjes. Nou, en dan als je hem zo beweegt, omdat het papier natuurlijk wat hoger is, kan ik die stempels een beetje bewegen en probeer ik hem dus zo goed mogelijk in het midden te leggen. Van de randjes. Dan doe ik mijn klep dicht en dan zitten mijn stempels vast aan deze zijkant. Even kijken of het allemaal... Ja, het is goed in beeld. Dan neem ik mijn inkt en ga ik mijn kippen even beinkten. En dat doe ik nu eerst even hier op het grippapier om te kijken of het oké is. Nou. Want daarna kan ik altijd nog even een beetje bijsturen. Dus ik stempel nu mijn kippetjes hier. Nou, en als ik nu denk dat ik het nog een klein beetje opzij wil doen, dan doe ik het gewoon een klein beetje opzij. Als ik denk van hij is helemaal check, dan is die goed en kun je dat doen. Wat je ook kunt doen is het volgende. Is dat je denkt van, nou, ik ga eerst het stempelen. Oh, dat heb je met magneten, die trekken elkaar aan. Dat je het eerst gaat stempelen op het papier. Dan zal ik hem even hier zetten. Zo, netjes vast. Dat je hem eerst stempelt op papier. Zo. Op dat grippapier. Op dat platpapier, zeg maar. Dat je dan je ding neemt. En dan nog één keer heel goed kijkt. Van oké, okay, zo moet hij liggen. Want dan kun je hem echt goed uitlijnen. En dan leg je hem vast met de magneten. Zo. Oké, okay, dan heb je dat gedaan. Dan neem je die witte kippen en kuikentjes die je net hebt gestanst. Alleen daar neem je er maar eentje van. Dus dit is dubbellaags. Deze is nu enkellaags. En die leg ik precies zo in die uitsparing waar die uitgekomen is. Zo. Dan beïnkt je je stempel weer. Dan klap je hem dicht. En dan zijn deze gestempeld. En dan haal je hem eruit. En dat doe je gelijk met de volgende. Dus je kunt je voorstellen, toen ik die hele stapel met al die witte kippen en kuikens had, dat dit dan echt als een speer gaat. En omdat... Kijk, want ik doe hem dan nu nog een keer. Zo. Hup. En ze komen dus steeds op dezelfde plek terecht. Nou, je haalt ze er weer uit. En zo doe je dat dus heel snel. Ik heb hier nog een kip en een ander kuiken. Nou. Dus ik denk dat jullie snappen hoe snel dat wel gaat. Zo. En als die niet helemaal goed is, kan je nog een keer beinkten en nog een keer eroverheen gaan. Niemand die dat ziet, want hij blijft steeds op dezelfde plek. Hij blijft steeds op dezelfde plek stempelen. Nou, ik heb nog één gedeelte, één keer, oh, één kip en één kuiken over. Nou, die doe ik dan ook nog even. Maar je ziet dat dat sneller gaat
dan wanneer je dit stuk voor stuk stempelt en dan pas gaat uitstansen. Dit is echt wel een hele snelle, fijne truc. Ik leg dit nu aan de kant, want dat hebben jullie nu gezien. Dan hebben we die ontzettende leuke kippen en die kuikens. Ik ga gewoon twee kleuren, niet één kuiken en één kip kleuren. Ik ga ze niet allemaal kleuren. Voor het kleuren heb ik een aantal stamping blends gepakt. Dat zijn die alcoholmarkers, waardoor je bijna geen overgangslijnen ziet. Dus dat is wel heel fijn. Nou zijn dit geen grote vlakken en ik heb ze eigenlijk alleen maar gewoon ingekleurd en niet geblend. Want het zijn zulke kleine dingetjes. Ik heb voor de kam en de... Oh, hoe heet zo'n ding weer? De klok? Hoe heet dat ding? Ik weet niet. Nou, ik weet even niet. Heb ik de Real Red gepakt. De echte rood. De donkere. Nou, die heb ik zo gekleurd. Dan voor deze kippensnavel en... Het lijfje van het kuikentje heb ik de donkere Daffodil Delight gepakt. En voor het kleuren neem ik steeds de schrijfpunt. En de schrijfpunt dat kan ik herkennen aan dat dunne streepje. Aan het dikke streepje. Daar zit zeg maar een soort kwastpunt waarmee je makkelijk kunt, grotere vlakken kunt kleuren. Nou, even haar Becky geel. En dan deze kleur ik gewoon. Echt zo'n knalgeel paaskuiken. Superleuk toch? Hop. Nou vind ik dan de kuiken altijd oranje pootjes moet hebben. Dus ik heb de Dark Pumpkin Pie gepakt voor de pootjes en het snaveltje van de kuiken. En omdat ik het leuk vond, en ik weet niet of jullie dat hadden gezien. Heel subtiel. Het feestmutsje. Van het kuikentje heb ik dezelfde kleur gegeven als het designpapier. En heb ik wel geprobeerd om donker en licht een klein beetje af te wisselen. Alleen omdat het zo'n klein vlak is, dan zie je dat bijna niet. Ik pak nu de lichte Balmy Blue en doe boven en onder. En voor de donkere Balmy Blue neem ik de kleine, het stukje in het midden. Het is ietsje donker, daar zie je het iets beter. Het is een beetje afhankelijk ook van de kleur van, die je gebruikt om erop te plakken. Nou, dan heb ik deze ontzettende leuke dame heb ik vastgeplakt met lijm. Hilde, ja, dat is echt zeker super handig. Het is echt een manier, zeker als je heel veel verschillende... dingen wilt maken. En in dit geval wat ik zei. Ik geloof dat ik iets van 50 gemaakt heb. Is het heel handig en heel snel. Om het op die manier te doen. De kleine kuikentje. Die zet ik op met een dimensional. Of met een dimensionals. Zo. Twee stuks. En die plak ik dan zo gezellig voor de dansende dame. En dan als glimmertje. Je moet eigenlijk natuurlijk ook nog wel een glimmertje bij even kijken. Of ik de... Even kijken. Een pareltje erbij vind ik wel leuk. Dus ik pak even mijn basic pearls erbij. En... Dan plak ik die nog even rondom die dames. Nou, ik ga er daarvan even vanuit nu dat ook het kleine kuikentje ook een dame is. En nou, de kip is natuurlijk gewoon altijd een dame. Hè? En die plakken we dan hier zo nog gezellig op. En dan is die klaar. Nou, is dit nou een snelle paasverrassing die je leuk weg kunt geven of niet? En je kunt het dus echt... heel snel maken. Het enige wat je voor vier stuks, het enige wat je nodig hebt is 1 A4 en 1 velletje designpapier van 15 bij 15. De maten en de afmetingen die zet ik in de blogpost die bij de video komt, die op YouTube komt te staan. Als het goed is, waar kun je die leuke chocolaatjes kopen? Ik weet dat banketbakkers ze hebben. Ik heb ze gekocht bij de Sligro. Maar meestal als je naar een bakker gaat, hebben ze ook. Ze zitten soms in verschillende
verpakkingen. Want ze hebben ook haasjes, ze hebben ook eieren. Volgens mij zelfs twee verschillende soorten haasjes. Ik heb één verpakking met deze, want ik kwam die kuikens tegen. Ik denk, ja, dat moet ik natuurlijk, die kuikens hebben. Deze komen bij de Sligro vandaan. Maar ik weet ook dat als je hier in de buurt woont, in de buurt van Schiedam, dan heeft onze eigenste bakker Ronald Korengever van Het Kasteel op Zuid. De bakker op de Gorsen, die heeft ze sowieso, dat weet ik. Maar volgens mij, als je naar de Albert Heijn gaat en in de paassectie kijkt, daar zijn ze ongetwijfeld ook. Het is niet een heel speciaal chocolaatje, zeg maar. Het is wel een die... Hier, Bakker Bart heeft ze ook, zegt Nel. Nou, allemaal naar Bakker Bart. Maar die is denk ik niet in Schiedam. Hè, Nel? Die is meer bij jou in de buurt in Groningen. Ik heb dus alle chocolaatjes in een zakje verpakt. Want ja, je gaat ze niet zo... Ze zitten niet in een zakje verpakt. Dus ik heb ze keurig met handschoentjes in een zakje gedaan. En goed, allemaal hygiënisch gedaan. Want daar ben ik wel van. Dan zie je dus dat je in een hele korte tijd superleuke dingen kan maken. Het is een verrassing. Ik heb heel veel appjes gekregen toen ze degene die meedoen met Koffie met Kaart hun doos hadden opengemaakt. En ook vanochtend toen ze begonnen zeiden ze allemaal dat het een leuke verrassing was. Nou, dat was ook mijn bedoeling. Dat het een verrassing was die in de doos zit. Ik vind ze ook heel leuk om te maken. En ik vind het eigenlijk nog leuker om ze uit te delen. Ik hoop dat jullie het een leuke verrassing vonden. En dat je misschien zelf jezelf toch ook nog heel even aan wilt wagen. Ik ga nu heel snel proberen deze video online te zetten op YouTube. En een blogpost te maken, zodat ook alle afmetingen er zijn. Dat je in principe morgenochtend hiermee zelf aan de slag zou kunnen. Papier heb je ongetwijfeld liggen in paaskleurtjes. Weet je, het is gewoon hartstikke leuk. En je krijgt zoveel leuke, blije gezichten. Mocht je nou nog iets zien, bijvoorbeeld die stempelset van die kippen. Of de van alles wat Nederlandse stempelset met al die ontzettende leuke teksten. Of de Classic Label Pons die eruit gaat. En je hebt nog wat nodig, dan kun je altijd natuurlijk even een berichtje sturen naar ons. Kan via de Messenger of via de app of via lotte@lottestampingfund.nl. Dan zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk naar je toe komt. Namens Melinda wens ik jullie hele fijne paasdagen. Hopen dat het lekker weer wordt. En dan hopelijk jullie volgende week weer te zien. Tot dan. Doeg!